Ja. En dan maakt dat we alweer zijn aangekomen bij de Game Changer van deze week. Oeh. Oeh, heel erg leuk. Ja. Eerst even een lekkere quiz en daarna lekker losgaan het weekend in met de extra leuke mix voor jou. Ja, ja, die komt er ook aan zo. Maar eerst eens even een kennistest. Annelies, de Game Changer is eigenlijk een spel met 25 multiple choice vragen. Wat een woord. Ja. 50-50, dus zo moeilijk kan het eigenlijk niet zijn. Wat we gaan doen, normaal gesproken gaan we dobbelen wie er mag beginnen. Maar ik ga nu met Miguel beginnen, omdat ik denk dat hij anders helemaal niet aan de beurt komt. Nou. Het idee is zeg maar, zolang je goede antwoorden blijft geven, blijft de beurt bij jou. Okay. Totdat je een fout antwoord geeft, dan gaat de beurt naar de ander. En als we alle 25 vragen hebben afgewerkt, dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft gescoord. En hier is de winnaar. Het is in principe algemene kennis. Ik heb hem wel grotendeels zelf bedacht deze week. Dus het is ook een beetje omroep gelinkt misschien. Mm-hmm. Maar ook niet allemaal. Dus echt van alles wat eigenlijk. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Dus, zijn jullie er klaar voor? Nee. Nee. Ja, dat is pech voor je. We gaan wel met jou beginnen. Nou. Maak je klaar voor de Game Changer, zou ik zeggen. Nou. De Hint voor de Weekend Game Changer. Miguel, ja? Tegen welk land moet Nederland morgenavond voetballen in de achtste finales van het EK? Is dat Kroatië of Tsjechië? Tsjechië. Ja, dat is helemaal goed. Vraag 2. In welk land is de zogeheten Delta-variant van een coronavirus als eerste opgedoken? Is dat Zuid-Afrika of India? India. Ja, dat is ook goed. Ik kom zo bij jou, Annelies. Ja, hoor. Ik wil koffie gaan halen. In welke Duitse stad staat het stadion dat afgelopen week geen regenboogkleuren mocht hebben? Is dat Düsseldorf of München? München. Letterlijk. Ja, ik heb opgelet. Welk weersverschijnsel trof een bos in Utrecht vorig weekend? Is dat een valwind of een mini-orkaan? Een mini-orkaan. Nee, dat was een valwind. Oké. Okay. Oh. Kijk, zoals ik zei, Annelies. vanuit welke stad wordt jaarlijks het radiostation Kermis FM gerund? Is dat Den Bosch of Tilburg? Tilburg. Natuurlijk. Met welke uitspraak roepen fans van Britney Spears op om haar curatele te beëindigen? Is dat Free Britney of Leave Her Alone? Free Britney. Ja, goed gegokt. wat is het beroep van Wim Koenen, de presentator van het RN7-programma Koken met Koenen? Is hij slager of kok? Slager. Dat is ook goed. Nou. Welke buslijn kun je nemen als je vanaf het Centraal Station in Nijmegen naar station Dukenburg wilt? Is dat lijn 8 of lijn 300? 8. Nee, 300. Miguel, ja? Wie heeft het lichaam van de gevluchte militair Jurgen Konings gevonden? Is dat een boswachter of de burgemeester? De burgemeester. Dat is helemaal goed. Volgende ook voor jou. Welk schoenenmerk is momenteel de hoofdsponsor van de Vierdaagse? Is dat Hightech of Loa? Hightech. Nee, dat is Loa. Oh. Annelies. Van welke rapper is Leendert Roelandschap zijn echte naam? Is dat Diggy Dex of Busy? Busy. Ja, goed gegokt. Gok. Leendert Roelandschap. Nou, dat klinkt op. Annelies, waar in onze regio is afgelopen weekend een Instagram-museum geopend? Is dat Wijchen of Elst? Elst. Ja, oh goed. Een Instagram-museum in Elst? Ja. Oh, wat leuk. Daar gaan we naartoe. Ja. Hoe heette, Annelies, het allereerste tv-programma van deze omroep dat op werkdagen naast het nieuws werd gemaakt door stagiairs? Is dat Het Zonnetje of Buurten? Buurten. Ja, helemaal goed. In welke meidengroep zat zangeres Beyoncé vroeger? Is dat Destiny's Child of Girls Aloud? Destiny's Child. Ja, ook goed. Och. In welke Amerikaanse stad is afgelopen week een flatgebouw ingestort? Is dat Miami of San Francisco? Miami. Ook goed. Mm. Heb je nog wat te drinken? Ja, ik heb nog koffie hoor. Komt helemaal goed. Welke artiest staat er deze week op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Is dat Martin Garrix of Olivia Rodrigo? Martin Garrix. Nee, Olivia Rodrigo. Miguel, we zijn bij jou. Ja. De 104e Vierdaagse zou oorspronkelijk plaatsvinden in 2020, maar werd verplaatst naar 2021. Is deze 104e editie momenteel uitgesteld tot volgend jaar of geschrapt? Uitgesteld tot volgend jaar. Ja, dat is goed. Nou. Welk tv-programma won afgelopen week de zilveren Nipkoff-schijf? Is dat Nieuwsuur of Even tot hier? Nieuwsuur. Ja, ook goed. Goed terug. Nou. Ja, dat klonk als een gok. Ja, dat was het ook, maar dat maakt toch niet uit. Miguel, zijn er momenteel in Nederland meer of minder dan 14 miljoen vaccinaties gezet? Minder. Nee, meer. Meer, oh. Annelies,
Voordat deze omroep RN7 heette, droeg het de naam N1. Wat was de slogan van die omroep? Is dat Nijmegen is altijd N1 of niet te missen? Niet te missen. Nee, Nijmegen is altijd N1. Miguel, ja. Welke Nederlandse zangeres stapt binnenkort in de jury van een Duitse versie van Idols? Is dat Wende Snijders of Ilse de Lange? Ilse de Lange? Ja, goed zo. Volgende ook voor jou. Welk nummer... Welk nummer stond precies een jaar geleden op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Is dat Banana van Conquera of Roses van St. John? Roses van St. John. Nee, dat was Banana. Oh, no. Je maakt je spannend. Ja. Annelies. In 2016 en 2019 maakte RN7 in aanloop naar de Vierdaagse het programma De Aanloop. Hoeveel reportages zijn er voor dit programma gemaakt? Is dat 18 of 28? 18. Nee, 28. No. Miguel, een laatste vraag. Welke DJ staat er dit jaar centraal in het televisieprogramma The Bachelor? Is dat Martin Garrix of Tony Junior? Tony Junior. Ja, dat is dan weer goed. Nope. Jullie staan nu gelijk. Oei. Er is ook nog maar één vraag. Oei. Oei. Ja. Dus blijft het gelijk of ga jij winnen, Miguel? Ja, ik ben heel bang. Sinds welk jaar heeft de Vierdaagse de route van de eerste wandeldag omgedraaid? Is dat sinds 2016 of sinds 2017? 2017. Ja, en dat antwoord is goed. Oh, yeah! Sinds de 101e editie is hij omgedraaid. Oh. En dan raakt de eindstand. 8 punten voor Annelies. En 9 voor Miguel. Kijk eens aan, hé. Goed gegaan, Close. Hoor. Nek aan nek. Ja. Dat is ook wel eens fijn. Ja. En we hebben nog 17 van de 25 goed. Nou, is dat zo? Kijk, even mooi. Ik heb het gauw uitgerekend. Ja. Nou, even dan, omdat het zo regionale vragen zijn, even regionale muziek draaien. Oh. Ach, gewoon vloeien. Even in een zonnetje in het park zitten. Och, lekker.